Of ik sta aan de verkeerde kant. Maar... Zo leuk ingepakt met tijd. Ik doe meestal 3 druppeltjes ongeveer. Ja! Ja! Leuk dat jullie weer meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb de afgelopen dagen eigenlijk niks gefilmd, omdat ik het heel druk heb gehad in de salon. Maar ik heb vanaf vandaag weer lekker weekend en ik ben onderweg naar mijn ouders, want we hebben afgesproken bij het Wouden. En we gaan vandaag lekker een dagje varen. Niels is bij zijn nicht in de tuin aan het werk. Vanavond gaan we nog even borrelen met vrienden. En morgen ga ik wat foto's maken van vrienden van mij, want die willen graag een mooie foto op canvas voor hun opa en oma. Dus dan gaan we morgen even de duinen in en dan ga ik even wat foto's van ze schieten. Maar ik ga even een beetje doorrijden, want we hadden 10:30 afgesproken en ik kom nu 10 minuten te laat. Maar goed, waarschijnlijk zijn ze dan nog bezig met de boot van de kar afhalen. Dus ik ga even doorrijden. Ik ben aangekomen op locatie bij het water, maar mijn ouders die zijn er nog niet. Dus dat wordt nog even wachten, denk ik. Of ik sta aan de verkeerde kant. Maar volgens mij moest ik hier zo zijn. Oh, ze belt. Hoi! Hey, waar sta jij? Ik was gelijk naar rechts gegaan, dat moest toch? Nee, naar links. Oh. En daar kan je parkeren. Ja. En als je dat dan helemaal uitloopt, dan kom je bij de helling. Oh, oké. Okay. En je kan, even kijken hoor. Je kan niet helemaal doorrijden, want daar staan de boten. Maar je kan wel vrij achteraan parkeren. Oké, okay, dan kom ik die kant op. Zo ver mogelijk door op de parkeerplaats, ja? Ja. Tot zo. Tot zo. Zwangerschapsdementie, hè? Mijn moeder zei gisteren nog, als je er bent, dan moet je. En ik dacht dus naar rechts, maar het was naar links. Nou. Hi. Hey, Carlijn. Kom precies op tijd, zie ik al. Ja. Niks meer te doen. Het water is hier heel groen, maar gelukkig is het geen weer om te zwemmen. Mam, zie je lekker? Het is koud, lekker mijn zebra deken. Ik heb weer een leuke bestelling gedaan bij mijn nicht. Met baby spulletjes. Ik had nog het een en ander nodig. En mijn nicht heeft echt zulke leuke spullen op de website. Ze was nu zelf net na de verlof weer begonnen. En ze had allemaal nieuwe dingetjes. Dus ik moest natuurlijk even shoppen. Zo leuk ingepakt met tijd. Kaartje. Die hebben jullie al vaker natuurlijk voorbij zien komen. En ze had er even 2 hangers voor me bij gedaan. Voor aan het kapstokje in onze slaapkamer. Of eigenlijk in de slaapkamer van de baby. Dit is een grote hydrofiele doek. Volgens mij was dit de Noga kleur. Nog een grote hydrofiele doek. En dit is voor in het bedje. Lakentje, zeg maar. Deze zijn zo schattig. Deze heeft ze volgens mij in deze kleur en nog in het wit. Volgens mij moet je dit dan een beetje omslaan. Zo dacht ik. Een beetje als zo'n kerstsokje. En nog 2 broekjes met takjes erop. Die kan jij natuurlijk eigenlijk overal weer bij combineren.
Zo leuk. Het is vandaag dinsdag en ik ben voor de verandering eens een keer vroeg klaar met werken. Ook wel eens lekker. En ik heb de schroefjes van de box ontvangen. Dus ik ga even proberen of ik dat ding in elkaar kan zetten. Niels is nu nog niet thuis uit zijn werk. Dus mocht het niet lukken, dan wacht ik gewoon totdat hij thuis is. Maar ik denk dat het niet zo heel erg moeilijk kan zijn. Dus ik ga het gewoon even... staat anderhalf uur later, maar dan heb je ook wat. Het is echt een mooie box. Hij is nog best wel zwaar met rollen, maar dat is op zich wel goed, want als het kindje dan groter wordt, dan duwt hij hem niet zomaar om. Aan de onderkant kan je hem ook nog op de rem zetten aan alle kanten. Oké, even het boxkleed pakken en dan kan hij op zijn plek. Kijk nou, hoe schattig. Ik heb het babynestje en vast wat knuffeltjes er ook in gelegd. Maar het is echt top. We hebben hem voor nu trouwens gewoon even achter een bank neergezet. Omdat we dus niet zo'n heel groot huis hebben. Maar dat is wel het handige aan deze box, denk ik. Omdat hij niet heel groot is. En je kan hem gewoon lekker overal naartoe rollen. Dus dan kan je hem ook gewoon heel makkelijk in de keuken zetten. Of aan de voorkant van de bank. Maar voor nu is dit wel even een goede plek. Ja, ik ben er echt blij mee. Ik heb nu trouwens al een aantal dagen... een band om. Deze heb ik van een vriendin gekregen. Ik zal even laten zien. Het is deze. Het is echt super chill. En ik heb nu sinds een aantal dagen toch wel een beetje last van mijn onderrug tijdens het werken. Dus nu heb ik deze om. En ja, op zich zit dat wel heel erg fijn. En gisteravond heeft Niels ook mijn rug even ingetaped. Mooi blauw tape aan de achterkant. Dus ja, alles... voor de onderrug. Het is vandaag woensdag. Ik ben weer thuis van een dagje werken. En ik ben net vanuit mijn werk nog even langs de GGD gereden. Want ik had een afspraak staan voor de 22 weken prik. Dat is voor de kinkhoest. Dus die zit er ook weer in. Maar ik hoorde dus een aantal dagen geleden op het journaal dat nu ook de griepprik voor zwangere vrouwen geadviseerd wordt. En met die prik worden pasgeboren babytjes beschermd tegen ernstige complicaties als ze de griep krijgen. Maar ja, ik vind het nogal wat allemaal. Ik heb nu natuurlijk 2 vaccinaties gehad voor de coronaprik en nu een vaccinatie voor de kinkhoest. En nu adviseren ze dus ook nog voor de griepprik je te laten vaccineren. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd onder de abonnees van mij die ook zwanger zijn. Of jullie dit al gehoord hebben op het nieuws en hoe jullie daarin staan. Of jullie hem gaan nemen of niet. Of dat jullie daar nog niet uit zijn. Want zelf heb ik me er dan nog helemaal niet in verdiept. Moet ik ook eerlijk zeggen. Dus ik heb geen idee of ik het ga doen of niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Niels die komt zo meteen thuis uit zijn werk. En dan gaan we richting Oosterblokker naar mijn ouders. Want mijn vader die heeft een buitenkeuken gemaakt. En die is nu af. En het schijnt nog een aantal dagen goed weer te zijn. Dus we hebben vandaag afgesproken, ook met Tobias en Larissa. Die zijn vannacht teruggekomen uit Rodos. Dan gaan we even lekker met z'n zessen gaan we barbecue daar. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje op Nelis aan het wachten. En dan rijden we zo die kant op. Zo'n belangrijk detail. Nou. Kijk. Goed toch? Mooi hoor. Goed toch? En dat gat had je er zelf in geslepen. Ja. Dat ging ook wel denk ik. Ja, dat ging prima. Kijk, ik had... in de hoeken heb ik rondjes zo'n ronde boor gedaan. En de rest gewoon met de slijptol. Maar het is niet zo hard, dat zei je al. Nee, dat viel wel mee. Dus dat ging eigenlijk prima. Mooi, mooi.
Hier staat Pils. Hier staat Pils. Waar staat Pils? En volgens mij staat hier ook nog wel Pils. Ja, ook nog Pils. Goed gevulde keuken, denk ik. Niels, biertje? Ja, neem maar Pils. Dan moet je maar een Pilsje nemen. 20, 30. Wie doen we nog verder tellen? 21. Nou, pap zit er dus altijd 100 keer op dat knopje te drukken, blijkbaar voordat hij aangaat. En Tobias gaat nu de gebruiksaanwijzing lezen. Ja. Kijk of hij het doet. 10 seconden. Huh? Pap heeft geen geduld voor 30 seconden. Oh. Dat is het. Nou, als je hier in één klik aangaat, dan vreet ik mijn schoen op. Jammer dat hij niet in één keer aanging. Ja. Dat had ik wel willen zien. Dat zou ook voor mijn abonnees wel goed zijn, misschien. Als papa voor zijn schoen loopt te knagen. Oh, wat doet hij het goed. Lekker warm al, hè? Ja, joh, is een gaskraan gewoon. Ja, ik voel het. Ik ga nog even een biertje pakken. Top. Gaan! Heb je die gas... Ja, die staat gecheckt? De goede kant op gecheckt. Hou gewoon de hele tijdje hier op de knop. Nu zit hij in de wasmachine, dus we moeten naar kijken. Wat ja, voor kleur was je jurk? Groen, maar wel van het gladde... Ja, ja een beetje zwerder of niet? Daar is mijn jurk ook van. Ja. Ja, dat is wel wat lastig met zonnebrandcrème. Het geeft sowieso vieze plekken. Ja, dus ik deed hem aan. Nou, die vrouw was helemaal enthousiast en die zei... Ja, het is echt mooi. Nee, niet helemaal, want... Hij is een beetje lang. Hè? We hadden hier begin van de avond al wel mee mogen beginnen, denk ik. Dan stond hij nu zo'n beetje net aan. Het is ook een jurk. Die... Een ontsteking geven, maar dat is niet. Is je gas niet leeg, Leo? Nee, de gas niet leeg. Ah. Ja, ja, ja. Oh, ja, nu. Ja, wat deed je nou? Doe het okay. Nou. Oh, ik weet het, denk ik. Oké. Okay. Je moet hem eerst 30 seconden zo inhouden. Ja? Ja. Dan nog een keer een half uur. Nee, dan moet je hem naar dat rode streepje toe draaien. En dan komt er een vlammetje en dan moet je hem snel naar high toe draaien. Echt? Ja, volgens mij is dat het. Maar het kan ook gewoon puur toeval zijn dat hij er heeft. Dat zal het er zijn. Nou Carlijn, je hebt je vlog zo gevuld. Ja, je staat er al 5 minuten. Ja, gewoon was er weer. Ja! Bijna je haar weggeschroeid, maar hij staat aan. Zo, ik heb er warm van gekregen. Ik ga niet meer uit. Ik vind het koud, dan druk ik een paar keer op die knop. Ik heb weer een bestelling binnengekregen van het mooie merk Mark in Been. Waarom stelt hij niet zo ver? Yes. Dit merk heb ik vooral in de wintermaanden in mijn salon, want dit is namelijk een tanning voor de huid. En die ga ik nu even bij mezelf opdoen. Dan kan ik even laten zien hoe die werkt. Het is namelijk echt super makkelijk. Ik heb vaker van die sprays en zo gehad. Maar dat is het toch niet helemaal. Dus ik ga even laten zien hoe dit werkt. Ik ga in elk geval beginnen met de exfoliator. Hier zit een klein korreltje in verwerkt. En het zorgt ervoor dat alle onzuiverheden die nog op de huid zitten, dat die eraf gescrubt worden. Het geeft de huid een mooie egale tint. En het zorgt er ook voor dat daarna, wanneer ik de tanning aanbreng, dat die ook beter blijft zitten op de huid. Zo ziet het product eruit. Wat ik zelf heel mooi vind aan het merk is dat alle producten hypoallergeen zijn, dierproefvrij en parabeenvrij. Ik heb hem nu even gemengd met een beetje water. Je kan deze scrub eventueel ook laten zitten op de huid. En dan kan je hem dus ook als een reinigend masker gebruiken. Dus dan breng je hem even wat dikker aan en dan laat je hem gewoon inwerken. Zo, ga ik hem even afhalen met sponsjes. De exfoliator kan je natuurlijk ook gebruiken zonder dat je de tanning aanbrengt. Dus gewoon als dieptereiniging. En dan zou je hem 1 keer in de week ongeveer kunnen aanbrengen. Nou, dan ga ik nu de tanning aanbrengen. En die meng je altijd met je dagcreme. Aan de achterkant kan je hem opendraaien. En ik doe meestal 3 druppeltjes ongeveer. Dat ziet er nu zo uit. En dit ga ik dan mengen met mijn dagcreme, totdat hij helemaal egaal is van kleur. Het ziet er nu zo uit en daarna ga ik hem aanbrengen op mijn huid. Wat fijn is aan deze tanning is dat hij niet oranje is. Hij vlekt niet, omdat je hem natuurlijk gewoon uitsmeert.
moet je hem wel goed uitsmeren natuurlijk. Deze blijft 3 tot 5 dagen zitten. Want 2 tot 3 druppeltjes doen voor een egale tint op de huid. En doe je 4 tot 5 druppeltjes, dan heb je echt een beetje ja, zo'n zonnige bruine huid. Let op, het resultaat is niet gelijk zichtbaar. Dat had ik namelijk de eerste keer. Dat ik dacht van nou, ik zie helemaal niks. Het heeft echt wel 3 uur de tijd nodig voordat je echt helemaal ziet hoe die gepakt heeft. Dus ik hou hem voor nu hierbij. Ook al zie je misschien nu niet zo heel veel verschil. En dan ga ik nu ook even mijn handen wassen, anders trekt het ook bij mijn handen erin. Dus ja, zo makkelijk is het eigenlijk om de tanning aan te brengen. Eigenlijk iedereen kan het en het ziet er heel natuurlijk uit. Ja, voor in de wintermaanden is het natuurlijk ideaal als je weer even wat fletser wordt in het gezicht. Nou, ik ga de tanning even laten inwerken. En ik ga nu de vlog even editen en online zetten. En daarna ga ik naar de stad. Ik heb nog wat dingetjes nodig en het is nu natuurlijk vanavond koopavond. Dus ik ga nog heel veel Alkmaar in. Ik ga hiermee dus ook de weekvlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer.